Hallo iedereen, dit is Nola en welkom bij een nieuwe vlog. Ik moet mij echt keihard haasten, want ik ben veel te laat opgestaan. Het is 8 uur, ik moet nog ontbijten, mijn tanden nog poetsen, mijn rugzak nog klaarmaken. Dus ik ga nu even snel mijn rugzak nog maken en dan ga ik eten en dan mijn tanden poetsen. Ik hoop dat ik nog op tijd ga zijn. Echt zo blij mee. Dit is echt mijn droomdrinkbus. En je kunt hier ook zo warm en koud drankjes in doen. Het blijft 24 uur koud en 9 uur warm. Dus ik ben echt super excited. Van zo'n dingen word ik dus gelukkig. Dat is echt raar. Hey Marlies. Hallo. We zitten nu in Excel. Komt goed, hè? Let's. Ik ben vorige week niet geweest. Bent je vorige week niet geweest? Ja. Vergeet het dan maar. Dat is een herexamen. Oké, Manon denkt dat er krakers gaan zijn, want wij zijn onderweg naar... Daar was hij eigenlijk onderweg, ik heb geen enkel idee. Een onbekend pand. Een onbekend pand, want onze les van deze namiddag is weggevallen. Dus we gaan foto's maken voor ons vak fotografie. En Marlies had het geweldige idee om naar een soort pand te gaan dat leeg staat. En hoe noem je dat weer al, wat we gaan doen? Urbexen. Hallo. Hallo, welkom bij de vlog. We hebben ook iemand van 12 bij. Amai. Oh, ik heb hier zo hard geen zin meer in. When you have to kruip en you have gekneusde ribben. Er staat ook wel obviously verboden en ja, snap je? Kunnen we niet een mooi weilandje vinden of zo? Deze wordt echt een goede vlog. We hadden wel wat meer geld gekregen. Twijfel aan onze volgende acties. Het is niet mijn verantwoordelijkheid. Politie, als je dit ziet, is niet mijn schuld. Of we nu echt binnen zijn, ga ik niet aan jullie neus hangen. Maar jullie weten dat allemaal wel, denk ik. Maar anders word ik misschien opgepakt of zo. Zou dat kunnen? Een stuk tv wordt toch ook niet opgepakt, dus ik denk het niet. Elk geluid dat ik hoor is wel echt fucking eng. Ik ben terug met foto's te gaan maken met mijn vriendinnen. En dit zijn sommige van de foto's die we hebben gemaakt. Het was echt super leuk. We zijn gewoon foto's gaan maken. Vooral voor onze opdracht fotografie, maar uiteindelijk hebben we zoveel andere foto's ook nog gemaakt. En Fien en ik hebben via de app Too Good To Go, dit is niet gesponsord, ik wou dat het gesponsord was, hebben wij eten gehaald. Dat is zo'n app waar je restjes kunt afhalen bij restaurants en bakkerijen en winkels die anders weggegooid zouden worden. Dus tegen sluitingstijd kun je dan naar daar gaan als je dan hebt besteld voor een paar euro en dan krijg je de restjes mee en dat kan echt super veel zijn. Fien en ik waren nu naar een bakker gegaan en we hebben 2 van deze stokbroden gekregen, elk 2 en dan nog 3 van die keizerpistolets. En dat allemaal voor 2 euro, dus we waren echt zo super verbaasd als ik de eerste keer dat wij dat echt hebben uitgeprobeerd. En eigenlijk zou ik dit misschien geheim moeten houden, want anders gaat iedereen op Too Good To Go zitten en dan gaat er niks meer over zijn voor mij. Maar ik wou jullie toch even het gunnen en het vertellen aan jullie. Ik ga nu een van die stokbroden opeten, want ik heb groentjes gehaald en dat is dan mijn avondeten. Hallo! Shout-out Kanye West, shout-out Jonathan, shout-out Adam. Shout-out Gletscher. Shout-out Glitchy. Ja, dat niet uit. Ja, dat zou nice zijn. Smakelijk iedereen. Hey, het is vandaag woensdag. Donderdag, wauw. Goed bezig. En ik ga naar school vertrekken, maar ik wil jullie eerst graag nog iets laten zien. Ik heb iets gekregen van Garnier en dat wil ik graag laten zien omdat ik dat echt super super lief vond. Momentje. Ik heb bijvoorbeeld de zuiverende thee en perfectionerende toner gekregen. De verfrissende citroengras detox reinigingsgel. Een anti-aging crème. Gezichtsolie voor een gladde en stralende huid. En deze ben ik al een tijdje aan het gebruiken. Dit is de Argan herstellende balsem. Dat is voor uw gezicht, uw handen en uw gewoon hele lichaam. Maar ik gebruik dat dus eigenlijk voor mijn handen en dit werkt echt super goed. Dit is echt mijn favoriete handcrème geworden. Maar deze andere producten kan ik niet gebruiken, want door mijn medicatie voor mijn acne mag ik niks op mijn gezicht smeren. Maar ik vond het echt super lief dat ik het heb gekregen van Garnier, dus ik wou het niet gewoon in mijn kast laten zitten en er niks mee doen. De producten die ik kan gebruiken, gebruik ik zelf, zoals de handcrème en ook het reinigingssponsje en zo ben ik aan het gebruiken. Dat zal ik nog wel eens laten zien. Maar de andere productjes ga ik dus weggeven aan een van mijn vriendinnetjes. Ik denk dat Manon daar heel blij mee gaat zijn.